Yay! Hallo mensen van My Hometown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe XXL Gameplay. De XXL Gameplay is terug en welke game gaan we vandaag spelen? Need for Speed, Most Wanted. Deze game is zo veel nostalgie voor mij. We gaan een uurtje de Challenge Series doen. Ik heb mijn eigen kanaal al een keer de hele game doorgespeeld, maar niet de challenges. De challenges zijn eventjes wat leuker, aangezien de game begint nog een beetje langzaam. En er zijn 69 challenges, kom op. Er zijn 69 challenges en in principe is het iedere keer, je hebt twee challenges, haal één van de twee challenges en speel de volgende twee vrij, haal één van die twee. De helft van de challenges zijn tollbooth challenges. Bij een tollbooth challenge is het de bedoeling dat je binnen zoveel tijd iedere keer daarna zijn tollbooth moet weten om je stempel halen. En dan kunnen ze aan die stempels kunnen natuurlijk zien hoe snel jij bent en shit. Ja, het is niet zo heel leuk. We gaan dus vooral proberen om deze te doen. Dat is vaak verlies binnen zoveel minuten de politie achter je aan zit. Haal binnen zoveel minuten zoveel schade toe aan het dorp. Hartstikke lachen. Gewoon alles kapot maken en een beetje fuck de politiekus. Even goed kijken wat de challenge is. Ik moet 1 minuut lang achtervolgd worden en daarna ontsnappen van de politie. Dat is de opdracht. En natuurlijk ga ik niet zelf schakelen. Lijkt op ik heel moe ben. Nee, ik was gewoon even aan het hijgen, man. Dat is normaal. Ik weet niet of ik moet sturen met de pijltjestoetsen of met ASWD. Dit is goed geregeld. Het zijn de pijltjestoetsen. Wie de fuck gamet er met zijn pijltjestoetsen, Rick? Wat is je probleem? Wat is jouw probleem? Nou, dat zit zo. Ik ben geadopteerd. Van mezelf. Ik ben meerdere keren geadopteerd. Ik wissel zo'n beetje ieder jaar van ouders eigenlijk. Als je echt wil weten wat er aan het handje is. Het voelt fijn om weer terug te zijn op de Banjo Towns. Ik ben er weer. En daar is gewoon Axe. Gewoon sluipreclame. Ik denk dat Axe wel gewoon money heeft betaald om in deze game te zitten. Dat denk ik wel. Ergens in de game zit ook reclame voor Burger King. En ja, ik vind eigenlijk dat Axe en Burger King en Need for Speed Most Wanted Banjo dan ook geld moeten betalen. Want ik bedoel, ik zit toch ook reclame te maken. Of ben jij nou zo dom, ben ik nou zo slim? Whatever. Kijk, ik ga wat dingen vertellen. In deze game zit een beetje de politie achter je aan. En in deze game zijn de politie echt een stelletje lamzakken die helemaal niks kunnen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En nu zitten de 60 seconden erop. En het enige wat ik moet doen is de politie kwijtraken. Nou, er zijn twee manieren waarop je de politie kan kwijtraken. 1. Tering snel rijden. Dat is optie 1. 1 is mijn favoriete optie. Daar kan je niet heen. Ik dacht even dat het kon. Je hebt 3 opties. Optie 2 is maak de politie dood. Dat kun je doen door keihard op ze in te beuken. Ja, je kan ze kwijtraken door hun eigen wegblokkades, door daar langs te chasen. In het begin zetten ze namelijk wegblokkades neer met auto's. Later gaan ze spijkerstrips neerleggen. Je kan ook zoiets doen als dat. Die boomwagen kun je aantikken, dan rollen die bomen er vanaf. En dan kun je er zelf onderdoor rijden omdat je een hele platte auto hebt. En ja, de derde optie. Ik heb trouwens een auto gedood. Mwahaha, gewoon politieagenten doodrijden. Vind je het gek dat je de most wanted bent? Hoppa, daar gaat er weer eentje. Gewoon omdat het leuk is. Eigenlijk is het helemaal niet slim, want beneden zie je zo'n balk. En als het goed is, staat er ook ergens een vlammetje of iets in die richting. Of dat staat in beeld of zo. Dat vlammetje is tenminste de moeilijkheid van de politie. In het begin heb je gewoon wat standaard kleine politieagentjes. Weet je, wat sukkeltjes. Die een vrouw thuis hebben en 5 kinderen. Hebben echt heel veel seks gehad met die vrouw. Dat merk je. Aan het aantal kinderen minimaal 5 keer. Toch wel. En later komen dan de. Er komt één. Ik noem ze altijd FBI als kind. Want ik heb het spel ooit voor 1 euro gekocht op Koninginnedagmarkt. Nou, niet de PC-versie. Die heb ik gewoon een andere keer gekocht. Niet op Koninginnedagmarkt. Niet voor 1 euro. Dat was al een stukje duurder. En je ziet dus daar onderin zie je de IV-balk. Als die helemaal vol is, dan ben je ontsnapt. Deze eerste missie is nou niet echt heel interessant voor je als kijker. Dat je denkt van wow, waar koop ik dit spel? Het is trouwens redelijk retro shit. Voor je het nog niet wist. Een andere manier om te ontsnappen, waar ik helemaal niet meer op terug ben gekomen, is een driehoekje zoeken op de kaart. Ik heb trouwens geen kaart. Heb ik die weggeklikt, bro? M? Map? Er hoort er wel een kaart bij te zitten. Heb ik dus eens geen kaart? Er moet een knopje zijn waarmee ik mijn kaart aan kan zetten. Er is ook een knopje waarmee je automatisch opgeeft aan de politie. Dus daarom moet je een beetje voorzichtig zijn. Voor mij was het R, waarmee je automatisch overgeeft. Voor de rest ben ik even alle knoppen aan het afgaan. Oh, dat was niet de goede knop, denk ik. Dat was niet de goede knop. Even de turbo erop. En hier zit nu mijn cooldown. Als die cooldown voorbij is, dan ben je vrij. Nou, hey, kijk, first person view. Dat had ik net niet nodig. Toevallig, hoe wist je dat? Dat had ik nou echt net niet nodig. Perfect, gewoon perfect. Geen idee waar mijn kaart is. Ik hoop dat die gewoon snel een keer terugkomt. Nou, ik heb in ieder geval de politie ontweken. Er staan zo'n driehoekjes op de kaart. Rij zo'n driehoek kapot. En dan valt er een watertoren op of iets leuks in die richting. Nou, ik heb 2 nieuwe. Hier moet ik 1000 schade maken, of nee, bounty. Ze moeten 1000 euro of 1000 dollar over hebben voor mij. Dus dat 1000 euro op mijn hoofd, weet je wel. Wanted, dead or alive, Ricky Broers, dat ja.
Daar moet je 1000 van hebben. Wat kun je doen om fucking snel te rijden? Dan hebben ze, oh, wat een boefje. Hij is een gevaar, zie je het nu al. Je kan andere auto's kapot rijden. Dan heb je zoiets van, hey, dat is ook wel een gevaar voor het verkeer. Je kan ook gewoon alles kapot maken. Dat is mijn idee. Maak gewoon alles kapot. Dan hebben ze op een gegeven moment zoiets van, hey, deze man willen we misschien wel van de weg af. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Katrien, maar... ik ga mijn donut opeten en dan ga ik achter deze gekke man aan. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik kan onder die truck doorrijden, hartstikke leuk. Politieagentjes aantikken. Ik ga nu even laten zien hoe dat werkt. Je kan ze ook doodrijden, maar ik kan ze ook gewoon rustig een tikje geven. Een beetje lakschade en zo. Hop! Zo, ja, daar krijg ik wel wat bounty voor, weet je wel. Hier, ik ga proberen onder dat ding heen te rijden, omdat het leuk is. Maar het lukt me weer niet. Nou, wel een Civic Cruiser combo bounty. Bounty? Ik ben meer van de snicker. Dat is echt zo'n kutgrap. Maar hij is zo makkelijk. Net als... je zus. Ik heb je zus gedaan. Ze weten het niet, vraag het maar aan haar. De handboeien liggen nog onder de bed. Controleer maar. En als je niet wil controleren, ben je waarschijnlijk bang voor de waarheid. Als je nu de video kijkt en denkt, Rick heeft vast mijn zus niet gedaan. Dan ben je gewoon bang dat straks kijk je onder de bed en dan liggen er inderdaad handboeien. En dan denk je, kut. Mijn zus de kut. Dat kun je dan ook denken. Als je geen zus hebt, dan was het allemaal een grapje. Nou, daar praten we er niet meer over. Woehoe! Slow ride! Nou, eigenlijk niet zo slow. Kijk, hier staan ze watertoren. Geen idee waar de kaart is. Normaal kan ik me best wel herinneren dat er een kaart was, zeg maar. Als er nu politieagenten achter me aanreden, als ze dat ooit deden, dan zijn ze nu dood. Even hier eruit komen. Kiekeboe! En we hebben eerder ook al de donutwinkel gezien. Voor mij is het in deze straat. Ik heb deze game zoveel gespeeld vroeger. Dan weet je dat wel ongeveer. Het is een beetje een gevoel op gevoel dat ik nu doe. Oh nee, daar is een politieagent. Laten we er even niet heen gaan. Dat groene ding aan de bovenkant gaat ook aan. Er is een politieagent voor je. Terwijl je net de politie kwijt bent. Dat is natuurlijk nooit zo'n goed idee. Meestal is het handig om je gewoon te verstoppen. Ik ga even kijken hoe dat werkt. Want er hoort ergens een plek te zijn waardoor ik een kaartje kan hebben. Er hoort een kaartje te bestaan en ik wil hem hebben. Dat is ongeveer het idee. Nou, we hebben in ieder geval de missie weer gehaald. Zometeen wordt de missie wat leuker. Ga door zoveel wegblokkades heen en dat soort shit. We hebben nu deze vrijgespeeld. Wow. En hiervoor moet ik challenge 5 halen. Nou, dan gaan we challenge 5 even halen. 5 van de 69. Dit is dus een tollbooth challenge waar ik het eerder over had. Ik vind het persoonlijk gigantisch saai. Maar gelukkig hebben jullie mijn stem, weet je. Als het goed is, kijk je dit grotendeels voor mijn stem. Dan denk je, ik heb mijn zus geneukt. Dit is wat ik wilde horen. Dit is waarvoor ik op Banjoot aankom. Ja, en dan zeg ik, dat is inderdaad waar. Vooral het eerste deel dat ik zei over je, wat je zei over je zus. Dat je hier voor Banjoot aankomt, dat weet ik niet. Hoe, het gaat hier snel? Hij gaat meerdere kilometers per uur. Ik ben snel en ik ga hard. Ik ben snel en ik ga hard. Ik heb vakantie. Ik heb vakantie. A2 Racer. Weet je welke game ik eigenlijk wilde spelen? Crazy Frog Racer. Hey Rick, maar die game ken ik helemaal niet. Ik ook niet. Ik ben gewoon heel erg fan. Ik was heel erg fan van Crazy Frog. Vooral zijn cover van een popcorn liedje. Dat nummer van... Ik ben hem nu ongeveer een beetje kwijt, ja. Daar had hij ook een cover van Last Christmas Crazy Frog versie. Nu komt de politie. De popo. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to shed me from tears, I give it to someone special. En dat gaan we heel vaak herhalen. Dat is ongeveer Last Christmas voor je. Ik ga proberen af te snijden. Met een nadruk op proberen. Meestal botsen komen wat tegenaan en is het niet echt meer afsnijden, maar meer gewoon jezelf vertragen op de lange termijn. Hier is een afsnijroute. Hey! Doet hij eventjes. Ja, ik weet, afsnijroutes vinden is sowieso geen probleem. Even dit ding wegrijden. Kan ik weer politie afschudden hier en daar. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat is een boom. Rick, Houston, we have a boom. Meestal heb je echt, in de eerste paar tollbooth missies heb je vaak 10 seconden over. Op het moment, kijk, daar is dus een tijd, in de rechterbovenhoek. Binnen die tijd moet je bij de volgende tollbooth zijn en er hoort een kaart te zijn. Serieus, ik zweer. Ik ga kijken wat controls hoe dat kaartje weggaat. Het was niet van controls kaartje aan uit. Reset car position, engage event, view blacklist, view world map, M. Zie, dat dacht ik al. Oké, komt ie. Hij doet het gewoon niet. De world map weigert gezellig van te showen. Dan ga ik nog even kijken of ik nog iets kan vinden in de settings. Sorry dat het nu allemaal moet, weet je. Het is gewoon wel handig om te zien. Shift up, reset, car position, engage, event, view, blacklist, view, world map, view, SMS messages, play next song. Dus zien ze daar een
Pull camera back. Oh man. Oh man. Ik ga nou iets extra op world map zetten. Ik zet gewoon 1 erop. No. Ik wil gewoon hier secondary. Klik, klik. 1. Zo. Voor de zekerheid. Kijk of die kaart nog eens aan kan. En ik druk op 1 en er gebeurt geen flikker. Nou, dan hebben we dus geen kaart. Dat is best wel een ons nadeel soms. In principe ken ik de game dusdanig genoeg uit mijn hoofd. Dus meer als je als kijker, dan begrijp je misschien iets meer wat ik doe. Dus dan moet ik maar extra goede verhalen hebben. Om het een beetje te compenseren. Of niet dan? Ja. Dus ik had vandaag 2 katten aangereden. En die katten zeiden, miauw. En zei ik, ah, ik heb 4 wielen. Ile. En toen reed ik een kat dood. Kijk, dan hebben we nog 9 seconden en bats. Hij gaat weer naar de volgende checkpoint. En later in missies ga je echt krijgen dat je echt, als je perfect rijdt, je echt een halve seconde verschil hebt. En ja, dan wordt het een halve seconde over hebt. En dan wordt het gewoon moeilijk. Ja. Wordt het echt even moeilijk, man. Maar dan heb je al nog wat afsnijroutes en zo. En zonder die afsnijroutes zou het alsnog mogelijk moeten zijn om het te kunnen redden in principe. En je kan ook zien hoeveel procent ik al heb gehaald van dit level. Dus daar kun je ook afleiden hoeveel meter je nog moet als je met een constante snelheid gaat. Dat is gewoon natuurkunde. Hier om de 2 seconden haal ik ongeveer 1%. Dus dan heb je zoiets van, logisch gezien, rijdt de... Oeh, die politieauto. Oeh. Hij is bijna zo geschaafd als een keerscheven. En bam. Dan doe je dit dansje. En dan weten de vrouwtjes dat ze bij jou kunnen zijn. Nee, serieus vrouwtjes, jullie kunnen altijd bij mij terecht als je problemen hebt en zo. Hoppa. Volgende challenge. Ben vrijgespeeld. Oeh. Ik weet de politie bezoekt. Oké, dus raak de politie kwijt in minder dan 5 minuten. Dus even kijken of dat gaat lukken. In principe had ik ooit even nagedacht om een serie te maken van ik die alle 69 levels ging halen. Later wordt het wel echt leuk, zover ben ik zelf nooit gekomen. Maar op een gegeven moment komen er dus missies waar je moet rijden in een pizzawagen. Als je bijvoorbeeld een pizza moet bezorgen en, dan moet die, en op een gegeven moment mag je met een betonwagen rijden. Maar een van de latere missies. Best wel leuk. En later krijg je ook echt missies die gewoon een half uur duren. Van ontsnap met een bounty van 1 miljoen. Dat ze gewoon 1 miljoen euro over hebben voor jouw hoofd op een gouden plaat. Nu ga ik jullie wat wijsheid vertellen. Ik ben helemaal niet zo'n Coldplay fan. En dat wil ik niet haten. Ik ben ook geen hater. Maar het is gewoon, ik ben gewoon niet zo'n groot fan van Coldplay. En maar in Coldplay zingen ze. In Viva La Vida natuurlijk. Welk nummer anders. Ik ga het niet zo mooi mogelijk zingen. Revolutionaries wait for my hand on a golden plate. Ik weet echt niet meer hoe dat nummer, welk deel van het nummer het zit en hoe ze dat zingen. Listen as the choir sing, now the old king is dead, long live the king, the minute I have the key. And will the next media, ja, die. Just a castle in a... Ik heb dat nummer zo nog niet meer geluisterd, dit is zo'n bekend nummer. Oh, ik zit op je dak. Grap, ik zit op je dak, het spijt me. Nou, het heeft te maken met Johannes de Doper. Er was dus een dude, die heet Johannes de Doper. Geen idee waarom, maar voor mij had het iets met Jezus te maken. Tenminste, als hij echt bestaan heeft, hè. Die had wat met Jezus te maken. En er was dus een meisje die deed van, ik ben je vader, zei de koning. Wat wil je voor je verjaardag? Zei ze, ja, het hoofd van Johannes de Doper. Want die vindt ze gewoon echt niet lijp. Maar hij is juist heel lijp en daarom ben ik zo hoofd, weet je wel, weet ik veel. En die vent was koning, dus die dacht iets van, nou, dat hostel ik wel even een hoofdje voor jou, weet je wel. Nieuwe definitie van kopjes geven van katten. Kijk, moet je zien. Doe ik gewoon even. Dit is wel een goede afleidmanoeuvre, alleen ik heb maar 3 minuten 14. En die zei gewoon, ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En toen kregen ze het hoofd van Johannes de Doper. Ik weet niet meer wat de achterliggende gedachte was. Vaak leer je nog iets van deze verhalen van, ik weet niet of ze spijt had daarna van, wat moet ik nou met het hoofd van Johannes de fucking Doper? Wat moet ik nou mee doen? Ik weet niet of ze dat dacht. Misschien als ze die net nodig voor de verzameling van hoofden van mensen. Maar ja, dat kan. Vroeger waren er ook seriemoordenaars waarschijnlijk, hoor. Er zijn er echt heel weinig in de wereldwijd trouwens, seriemoordenaars. Dus ja, als je zoiets hebt van, ik wil speciaal zijn. Seriemoordenaar zijn is een optie. Terroristen zijn er denk ik meer van dan seriemoordenaars. Dus ja, word gewoon geen terrorist, man. Dan ben je echt een loser. Dat is tenminste wat ik altijd geleerd heb op de basisschool. Dat is de kennis die ik mee naar huis gekregen heb. Dat moet je zien, dit is lachen. Hop! Ik neuk jullie allemaal. De moeder. Of de zus. Wat heb je liever? Serieus, wat heb je liever? Je moet even iets kiezen opdelen, vriend. Vuilniszak. Vuilniszak. Dat is mijn liedje, heb ik zelf geschreven. Het heet Vuilniszak. Binnenkort te vinden op iTunes. Voor 99 cent. Oké, ik moet wel van die pikjes kwijtraken. Ik heb nog maar 2 minuten, dus hoe? Oh, jij maakt een bond. Ik dacht, vrijheid. Jullie zagen het misschien ook als je meekijkt. Mijn vrijheidmeter is al bijna vol. En denk ik, jongens. Als het goed is hier een zwembad in de buurt, denk ik.
Ik weet niet precies waar ik nu ben. Hop! Kijk, dat deed ik mooi. Maar daar is een benzinestation. Die kan ik even helemaal kapot maken. En dan zit de politie achter me aan. Popo. En het probleem is, die Popo die praten met elkaar. Van, hé, hey, hoe gaat het met jou? Ja, lekker met jou. Ja, dat is niet de bedoeling. Want dan weten ze van me waar ik ben en zo. Ik hoop dat ik ze nu kwijt ben in het algemeen. Ja, ik ben ze kwijt. Nice. Dan gaan we heel gauw weg hier. Hopen dat ze niet doorgeven waar ik ben. Waarschijnlijk is hier ook een cooldown plek. Hierachter of zo. Ik blijf hier gewoon wel staan. En ik... Oh, damn it. Saté. Verdomme saté, weet je wel. Waarom ik? Oh, hé, kapot benzinestation. Dat was een grapje. Dat heeft niks met mijn persoonlijke daden te maken. Dan moet je me echt niet op afrekenen wat er daar gebeurde. Dit is wel een leuke. Hi-ya! Slow ride. En zie je dat zwembad dan? Nee, hier is een afgesloten gebied. Dat is niet de bedoeling. Oh, kijk. Hij is kwijt. Oké. Okay. Ga ik hier gewoon staan en hopen dat ze weggaan. Ga weg. Ga weg, ga weg, ga weg. Anders heb ik pech, pech, pech. En dan lukt het niet te eet, te eet. En dan heet ik Piet, te Piet, te Piet. Dit is best kut. Maar wat is het nu? Wat een kutlied. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Je vindt de politiebezoek de kosten, zei dit 25.000. Hier moet je 25.000 euro schade maken. En dat is hartstikke makkelijk. Je beukt gewoon alles in. Als een wrecking ball, eigenlijk. Hier, het leuke is, je begint gewoon meteen met door tuinen heen rijden. Kijk, oh, wat jammer nou. Oh, sorry. Oeps, oeps. Oh, nee. Oh, ja. Ik moet deze game sowieso nog een keer opnieuw gaan letsplayen, trouwens. Ik heb deze game geletsplayed toen ik echt nog... Deze heb ik bijna 2 jaar geleden geletsplayed, denk ik. Dat was een van de eerste series die ik deed op mijn kanaal. En het probleem daarmee is... toen was mijn commentaar nog redelijk kut. Nu, ik vind persoonlijk dat ik nu beter ben in een leuk verhaal vertellen. En dan weet ik ook wanneer ik moet stoppen met een verhaal als het niet leuk is. Dan zeg je maar, Rick, je bent echt een kut verhaal vertelde van Johannes de Doper. Nou en, dat is hartstikke leerzaam. Ik ben soms ook leerzaam en ik zit vol met tarwe. Daar kom je achter als je me opeet. Het probleem is soms ook, soms, dat is echt gewoon heel irritant. Dan raak je de politie kwijt zoals nu. Dat wil je helemaal niet. Ik wil me niet de politie kwijtraken. Gelukkig zijn mijn politievrienden hier alweer. Ik moet eerst die schade halen en dan moet ik de politie kwijtraken. Nou, ik kan ook gewoon wat auto's beuken als het lang duurt, weet je wel. Je nieuwsbusje, nou, hier is een leuk nieuwtje voor je. Je bent dood. Breng dat maar uit, idioot. Ik kan deze kapot maken, maar dit is wel een risky one. Een risky one, dat klinkt echt zo slecht. Ik denk niet alsof ik de Engelse taal helemaal begrijp. Hé, daar is nog iemand. Wacht hier, vriend. En dus soms moet je echt de politie opzoeken van... Nee, politie, wacht, ik ben er al. Bots. Oké, ik lok even zijn aandacht. Tikkie, jij bent hem. Oh, waar gaat hij nou heen? Hoeveel schade heb ik al gemaakt? 13.000, een beetje een matige schade, hoor. I came in like a stoeptegel. Bof. Weet je, in euro's is dit best wel wat schade, weet je. Waarom doen mensen anders zo moeilijk als ze een keer een auto-ongeluk hebben en allemaal deuken en krassen? Dat kost niet 15.000 euro voor 20 A-wagens, hoop ik. Denk ik. Ik hoop het eigenlijk wel. Het zou wel fijn zijn, eigenlijk. Waarom zou ik dan nog een rijbewijs halen, überhaupt? Oh god, ze zijn me weer kwijt. En ze hebben me weer gevonden. Goed gedaan, man. Hoeveel kost een bord? 50 volgens mij, ja. Oh, 100 zelfs. Wow, stopbord heb ik kapot maken. Nou, dan gaan we daarvoor. Bomen zijn 50 volgens mij. Je hebt vaak wel plaatsen waar heel veel bomen staan. Die pluk je er één voor één uit. Tikkie. Ik denk niet dat in het echte leven dat de lantaarnpalen zo makkelijk loslaten. En als deze lantaarnpalen in het midden staan en je staat meteen stil als je er tegenaan beukt. Is het ook zo kut rijden, weet je wel. Ik beuk gewoon iedere lantaarnpaal eruit. Nieuwe strategie. Is ontwikkeld in een lab in Californië. Het is gewoon de beuk iedere lantaarnpaal eruit strategie. Duurt misschien een beetje lang, maar dan heb je ook wat. Hier, een bushokje. Oh, dat is een telefooncel. Oh, je ziet echt nooit meer telefooncel. Bijna nergens. Ik ging vroeger ging ik altijd naar mijn tante in Den Helder. Bijna iedereen kent Den Helder wel. Maar dat is met Topo, als je die moest leren, altijd helemaal bovenste plekje in Noord-Holland. Den Helder. Daar woonde mijn tante. En daar ging ik altijd leuke dingen doen met mijn tante. Maar dat je ook altijd telefoonhokjes. En dat was altijd ingepist. Gewoon mensen die in een telefoonhokje pist als ze dronken waren of zo. Ja, kut. Je moet of heel... Nee, nee, ik ga vrijkomen. Nee. Kijk, ik had net het winkelcentrum kunnen vernietigen. Net dat winkelcentrum kapot kunnen maken. Maar in ieder geval, dat was altijd in de bushokjes gepist. Pis jij altijd in bushokjes? Ik heb nog nooit in een bushokje, in een telefooncel. Doe ik zeg ik weer bushokje gepist. Sorry, kijk, als ik jou teleur moet stellen. Wat, ik heb een nieuwe strategie trouwens. Dat is dit. Ik ga wel terugkeren. Ik ga gewoon dit stukje met die tuinen. Ik ga nog een keer doorheen. Je kon er best wel wat schade maken, weet je dat? Oh, politiemensen, gaan we nou zo doen. Op het moment dat ze je insluiten trouwens en je bus zit, mensen zitten helemaal vol. Nou, 3 keer raar wat er dan gebeurt, dan word je dus gearresteerd. Dan gaat een vrouw op, die zit om een of andere reden, is altijd een vrouw. En die gaat flink gemeen tegen je doen. Dat wil je natuurlijk niet, maar het gebeurt wel. Hoezo gelijke rechten? Ik word gewoon verkracht door een vrouw hier. Dat is wat er ongeveer door mij heen gaat als dat gebeurt, ja. Het is erg spijtig dat het zo moet gebeuren. Zo wat er door me heen gaat als dat gebeurt. Ik moet vooral voor die politiewagen beuken, die is voor mij veel duurder. Als in...
Dat is leuk. Hier, ik sloop er even eentje. Oh, challenge completed. Wat? Ik heb het... Oh, blijf ik de challenge al gehaald. Ik heb dusdanig veel schade aangericht door politieauto's helemaal totaal los te beuken. Oké, dat ging een stuk sneller dan de vorige keer. Goeie strategie, Rick. Goeie strategie. I approve. Hoe werkt trouwens... Ik ga even uitleggen hoe de campaign van deze game werkt. En dan kan ik daar misschien nog horen of jullie hebben van... doe dat een keer op je eigen kanaal volledig. Nou, dat werkt zo, kindertjes. Je hebt een blacklist. Een lijst met de 15 meest gezochte racers van de wereld. Of van Amerika, waarschijnlijk Amerika. Door de politie. En jij wil op de blacklist komen. Je komt zelfs op de blacklist of je dagen nummer 1 uit. En je krijgt zijn auto. Alleen je verliest de race, want hij heeft je auto gesaboteerd. En jij raakt je auto kwijt. Je beste auto. Moet je beginnen met een nieuwe auto van een klein budget. En via Punto of nog een auto. En dan ga je de nummer 15 van de blacklist uitdagen. Maar je zegt, je moet eerst wel genoeg street credits hebben. Je moet 5 parkeerbonnen hebben dat je geflitst wordt met 300 kilometer. Waar je maar 150 mag, weet je wel. Dat soort dingen. Oh, daar zit de politieagent. Ik wacht even hier. En hij heeft me gezien. Kut leven. En op een gegeven moment mag je dan de nummer 15 uitdagen. Met een beetje geluk krijg je zijn auto. En dan ga je door naar nummer 14. En dan moet je weer iets meer moeilijke dingen doen. Moet je bijvoorbeeld, soms moet je bounties halen van 500.000. En bij de nummer 13 moet je een bounty halen van 1 miljoen. En zo krijg je steeds moeilijkere challenges eigenlijk ook. Alleen aan het einde van de challenge, je moet dan ook x aantal races winnen. Groep racen met 4 mensen, time trials, van die dingen zoals je net zag met die hokjes. En dan mag je uiteindelijk weer mensen uitdagen. En op een gegeven moment kun je ook je auto's pimpen. En wat ik altijd doe, de beginauto neem ik altijd, de Fiat Punto. Verf ik roze, ding pimp ik helemaal. Dat is gewoon echt genieten. De definitie van genieten. Ja, dat. Deze game in het algemeen is sowieso wel genieten. Dit is pure nostalgie voor mij. En laatst is een nieuwe Need for Speed Most Wanted uitgekomen. Die hebben ze ook heel leuk Need for Speed Most Wanted genoemd. En die is kut. Waarom? Als je crasht, gewoon volop tegen een auto aan, ben je gewoon dood. Begin je gewoon opnieuw. Veel te realistisch. Ik vind het juist leuk om in plaats van een bocht te maken, gewoon volop in de railing te beuken. En dan de railing mij verder corrigeert, zeg maar. Vind ik veel leuker. Maar dat hebben ze niet. Nee, sorry. Realisme. Ik heb alleen maar kutzooi gehoord over die nieuwe Most Wanted. Deze Most Wanted, dat is echt een top game. Need for Speed sowieso, vandaag de dag vind ik de Need for Speed games gewoon echt ruk. Need for Speed Most Wanted en Need for Speed Underground, dat waren de games. Underground 2 heb ik nog gespeeld, maar voor de meeste van jullie is het misschien ook zelfs Underground gewoon. Nou is de vraag, waar gaan we ons verstoppen? Oh, daar zit de politieagent. Zie je dat, die pijl? Oh, hij is alweer weg. Kut! Ik was zo dichtbij. Man. Ik wil iets kapot maken. Let's make something kapot tonight. Ik stop een betonmolen in je anus. En ik noem hem Frans. Ik stop een betonmolen in je anus. Noem hem Frans. De betonmolen in je anus. Heet Janus. Betonmolen in je anus. Hij is zacht en hij maakt beton. Kilo's en soms een ton. Een ton beton. Een ton beton. Wat een mooie missie is dit. Hey. Challenge series. Dat gaan we nu doen. Hoppakee. Dodge at least 2 police roadblocks and evade the pursuit to successfully complete this challenge. Nou, gelukkig, ondertussen legt de politie wel roadblocks klaar. Dat komt omdat we normaal beginnen in heat 1, vlammetje 1. En nu beginnen we meteen in vlammetje 2 waarschijnlijk, waardoor dus de politie meteen roadblocks neerlegt. Normaal gesproken kun je die dingen zien op de kaart. Ik heb geen kaart, om onbekende redenen, dus dat is heel kut. Want je kan een roadblock doorbreken door één gewoon langs te gaan. Door gewoon een weg te kiezen die parallel ligt aan de weg waar je doorheen ging. Maar je kan ook 2. Volop door de roadblock heen beuken. Dat is natuurlijk veel leuker, want je maakt dan ook heel veel schade. Vooral handig als je op een gegeven moment in die missie zit van maak zoveel duizend euro schade. Dan zijn die roadblocks ook hartstikke handig. Alleen als ze een spijkerstrip gaan neerleggen, wordt het minder leuk. Als je eenmaal door een spijkerstrip heen rijdt, zijn je hele banden kapot. Kan je auto helemaal niks meer, ben je gewoon afgeschreven. Die dingen moet je echt kosten wat het kost vermijden. Alleen ja, we gaan eens gewoon even iets heel lang rechtdoor rijden. Dan leggen ze vanzelf die roadblocks neer. Dat is ongeveer hoe de politie werkt, weet je. Als je heel lang rechtdoor rijdt, dan weten ze, oh hij gaat vast die kant op. Leggen ze een roadblokje voor je neer. Hartstikke leuk. Even kijken. We gaan hier naar rechts. En dan kijken of we een beetje een doorlopende weg kunnen vinden. Die boost die ik nu gebruik, die moet je best wel bewaren voor de roadblocks eigenlijk. Waar de fuck is de politie? Ik wil ze niet kwijtraken. Ik ben veel te goed in dit spel. Verderie. Ja, dat wel dat de politieagent was, maar nee. Hé, hey, politieagent. Lul. Drop lul. Weet ik nu... Oh, ik zie wel een politieagent voor me. En daar is er eentje. Hé, hey, hoe gaat het mee? Goedemiddag, agent. Ja, ik zoek een of andere Rick, een losgeslagen vent in een auto. Ze zegt dat hij door de wegblokkades heen gaat rijden. Gevaarlijk mannetje als je mij vraagt. Oh, daar is er nog eentje. Even beuken die man. Hop. Waarschijnlijk ligt hij wel een wegblokkadetje. Daar verdenk ik ze van. Stel dat je Wouter de Wout. Ja, daar heb je er eentje. Volgens mij. Nee. Gewoon één politiewagen. Ik dacht, hé, een wegblokkade. Nope.
Ze zetten wel zwerfblokkades neer in die tunnels. Dat zie ik ze wel vooraan, zodat je Bouten. Begin ze weer kwijt te raken, of niet? Ja, wel een beetje. Ik weet niet. Ik hoor ze wel nog achter me. Dat gaat nog goed. Oeh, ik heb zojuist een boete gekregen voor te hard rijden. Het zal toch niet? Ik ging maar 200. Wat is je probleem? Wat is je fucking probleem, maat? Je maakt me kwaad. Je doet me gevoelens pijn. En dat vind ik niet fijn. Woe! Die boost moet je in ieder geval gebruiken als je in één keer niet zo'n roadblock voor je bakkers krijgt. En denk, hey, die vind ik niet leuk. En dan raad ik de boost aan. Ja. Mwah. Geef me een kusje, Coco. Coco Chanel. Even kijken, we gaan nog steeds echt door. En ik hoop gewoon een keer zo'n wegblokkade tegen te komen. Ja, als de politie ze niet wil plaatsen, dan kan ik mijn missie niet halen. Dat vind ik gewoon echt hartstikke lullig. Kijk, mama. Zonder handen. Oh, ik verlies een beetje snelheid. Dat is niet zo heel slim. Heb ik ooit gezegd dat ik heel slim ben? Nee, daar staat mijn kanaal niet voor. En de XSO Gameplay staat ook niet voor. Verhalen van de slimme man. Verhalen van de denkende man. Dat ben ik. Ik ben de denkende man. Dat betekent niet meteen dat ik niet aan Tieten denk. Maar ik denk gewoon in het algemeen wel eens. En daarom verhalen van de denkende man. En soms durf ik zelfs te zeggen dat de XSO Gameplay genoemd kan worden. Lange verhalen van de langdenkende man. Ik denk lang na en daar heb ik dan veel te lange verhalen over. Waar de fuck zijn mijn wegblokkades? Ik ga de bomen uit de grond vissen hoor. Ik ga mensen duwen. Beuken. Klots, klots, bots. Oh nee, ik ben weer vrij aan het komen. Ik ga wel gewoon zo hard doorrijden dat ik weer een nieuwe tegenkom. En er is iemand bij me. Gezellig. Ik ga deze kant op, jongens. Kun je daar even een wegblokkade neerzetten of niet? Is dat mogelijk? Is dat mogelijk of niet? Oké, ik denk dat ze ook zoiets hebben van ja, ik heb geen kaart. Ik kan wel wegblokkades neerzetten, maar dat is ook lullig. En de politie is natuurlijk wel van, ja, een beetje eerlijk spelen, weet je wel. Schiet eens om met die wegblokkades, ik heb niet even dag tijd. En ik rijd de politie weer kwijt, hoor. Het is weer zover. Ik ga wel een beetje langzamer rijden, jongens. Respect. Nee. Nee, ik sta praktisch stil. Moet ik omkeren? Wil ik omkeren? Ja, dat willen. Ben ik weer zo snel gegaan? Keer ik gewoon even om, hoor. Het probleem is, op het moment dat de politie je kwijtraakt en zit achter je aan, gaan ze soms ook omkeren. Dat is echt even een probleempje. Cooldown doet trouwens ook langer, afhankelijk van de aantal vlammetjes dat je hebt, hoe heet je bent. Kijk, daar komt iemand aan. Wie hebben we hier? En ze hebben me gevonden. Graag gedaan, jongens. Waren jullie me bijna kwijt, gekkies? Zijn ze me weer bijna kwijt? Wat? Hey, hoe gaat het ermee? Oh, wat ga je doen? Oh, ga je me inrekenen? Nee, het lukte hem bijna. Oh, dat is hem nog bijna gelukt ook. Damage to property, daar gaan we voor. Oh, kijk, een wegblokkade, wat lief. Jongens, eindelijk. Hop. Je moet altijd, wat ik geleerd heb, in Need for Speed, eigenlijk in het algemeen, de motor van de auto zit aan de voorkant. Ik was altijd geneigd om de voorkant te beuken. Beuk de achterkant van de auto. De achterkant van de auto is in principe veel lichter dan de voorkant van de auto. En zo werkt het ook in Need for Speed, dan doe je meer schade. Dus, goede tip van Ricky. Beuk, in het algemeen ook, als jij in het echte leven auto's wilt beuken. Beuk op de achterkant, die is veel lichter. En dan krijg je dat de auto eerder snel op de kop gaat of omslaat en zo. Ja, wel een goed idee. Hop! Oké, daar gaan we dan. Ik zit helemaal in het spel. Ze noemen me ook wel de Fast and the Furious, die ene dude die dood is. Paul Walker. Hoppa. Dat ben ik. Want ik rij ook daar tegen dingen aan. En ik ga niet dood, want ik ben God. / Jezus, / Satan. Alle drie in één. Ik ben Jezus, Satan, God. That's me. Nieuw PF, RNR is back. Jezus, Satan, God voor de win. Oké, ik pluk toch maar even die bomen er weer uit. Hè, alsof het niks is. Alsof het onkruid is. Rij deze weg even af. Ik weet niet of ze op dit soort grote wegen zin hebben om... oh nee, hij is dood. Oh nee, man down, man down. Rapapapam, rapapapam. I just shot a man down. Ik ga wel gewoon die bomen eruit plukken. Tot ze heel, heel boos worden en denken... Verdomme jongens, ze hebben een wegblokkade nodig. Want een of andere pik plukt alle bomen eruit. Weet je, dat kost wel 50 euro per boom om terug te zetten. Man, echt niet grappig. Zeg ik, hahaha, nee, niet grappig, Rick. Even kijken, we gaan even deze kant op. Een nieuw avontuur. En een lantaarnpaal. Haha, zijn ze me weer kwijt. Is het weer zover? Ik rij wel even terug. Ik vaar wel even terug. Het is net een boot. Het leven is als een boot. Open en bloot. Dan heb ik nog twee lantaarnpalen. Hoppakee. Daar betaal je belasting voor. Waar zijn jullie? Jongens, even stop met de grapjes. Is het een politieagent of niet? Ik ga er even heen. Even onderzoek doen. Dat is gewoon een auto. Oh, teleurstelling is groot. Teleurstelling is groot, oh, want het is gewoon een auto. Hé, hey, daar is daar wat. Hey, pik! Hoe gaat het? Ik vind het echt irritant dat ik te goed ben voor de politie. Ik ben te goed voor deze game. Ik ga maar gewoon stilstaan.
En even mijn neus krabben zo. En een beetje zo van. En een beetje zo van. Dat zijn dan die beste geluiden. Het is wel irritant voor jullie als kijker. Als je wil zien hoe mooi de wereld van Need for Speed is. En heb je een of andere pik. Genaamd Rick. Die de hele tijd rondjes rijdt. Ja, ik kan ook niks aan doen. Ik ben te goed. Daar is in ieder geval geen wegblokkade. Dus daar gaan we even niet heen. If you know what I mean. Daar is de Hunger Doesn't Have a Curfew. Oh, dat is mooi. Curfew is een straatverbod, of een avondklok eigenlijk. Oftewel, dat je binnen zoveel uur moet alle hangjongeren van de straat zijn. Mag je niet meer uitgaan, weet je. Avondklok heet dat. En zeggen ze, ja, honger heeft geen avondklok. Oké, okay, mooie slogan. Ik heb energy drink. Maar wat daarmee te maken? Ik weet niet. Dorst heeft ook geen avondklok, denk ik. Dat denk ik. Ik ben nog niet zeker, maar... Een theorie waar ik al een tijdje aan het knabbelen ben. Jongens. Hé, daar is hij al. Ik ben het zeggen. Schiet eens even op met die wegblokkade. Ik pers me er net doorheen. Ik voel me net een baby die gewoon uit de vagina kruipt met brute kracht. En nou gaan ze in één keer 10 van die wegblokkades neerzetten. You watch. Even gauw dit tankstation kapot maken. Gewoon omdat het kan. Ja, dat is eigenlijk wel de reden. Omdat het kan. Ik ben een man. Omdat het kan. En omdat ik een eigen chromosoom heb. Waar is jouw eigen chromosoom? Heb je hem thuis laten liggen of zit hij nog in je koffer? Ik kan heel erg springen, maar ik een man ben. Een mannelijke sprong. Oh, ik lig op de kop. Dat is niet de bedoeling. Grapje. Wat nu? Oh, en dan word je gewoon teruggespannen. Ja, dat kan gewoon. Blijf wel gewoon hier staan. Valt niemand op. Oh, er komt niemand aan. Gewoon achteruit rijden. Dit valt niemand op, jongens. Gewoon achteruit rijden. Waar is die man? Oh, daar is hij. Ik ga achteruit. Ik ga hem hier velen terwijl ik achteruit rijd. Dus dat gaat lukken ook namelijk. Oh, kut. Oh, kut. Kom op, Rick. You can do this. Oh, niet de verkeerde. Oh, wait. Daar is er ook eentje. Joh. Tjoh. Wie het? Oh, auw. Gevoelens, man. Wacht, wat moet je zien. Het is, Oh, nee. Oh, ik maak je dood. Ik dood je vrouw en kinderen. En maak salade van ze. Je vrouw is de salade. En je zoon de tomaat. Je zoon is de tomaat. Want je maakt me kwaad. Je doet me gevoelens pijn. En dat vind ik niet fijn. Dat is een quote. Je doet me gevoelens pijn. En dat vind ik niet fijn. Het doet me geen deugd. Maar jouw zoon krijgt geen jeugd. Hij is een tomaat. De rode kleur die hem goed staat. Hij is een matige nympho. En een matige maan. Ik rij zo hard als ik kan. Want ik ben een man. Die heel goed hard rijden kan. Stop! Hem door. Wat een improvisatie. Wat een eliminatie. Wat een neonatie. XXO gameplay. Daar betaal je voor. Echt heel veel ook. Ik krijg 1000 euro per maand van de regering. Die zeggen, Rick. Weet je, belasting. Wordt gewoon geïnst. Zodat de gemiddelde Nederlander gelukkiger kan worden. Daarom betalen we voor dingen zoals een goede infrastructuur. Een mooie snelweg. Makkelijk vervoer. Daar worden wij Nederlands gelukkig van. In de noemen we dan welvaart. Daarom zegt de overheid, hier is net zei 10.000, dat is een grapje, eigenlijk is 100.000 per maand. Als jij leuke filmpjes maakt waar mensen gelukkig van worden, dan krijg je heel veel geld van ons. En dan bouwen we gewoon geen snelwegen meer. Ja, zei ik, nou is goed hoor. Wil ik wel dat Jordi van iJordi geen geld krijgt, want die is niet grappig. Zei ze, oh geen probleem, die wou we toch gewoon niks geven man, die vent is vet gay. Zei ik, ja inderdaad, hoe wist je dat? Zei hij, ja, ik ben eigenlijk Jordi's vader. Zei ik, oh, top. Kijk, dat is weer een wegblokkade. Hartstikke leuk natuurlijk, als je van wegblokkades houdt. Pers me er weer doorheen. Je moet, als je dit, iedere keer als je dit ziet, die slow motion, moet je toch wel denken aan een baby die uit een baarmoeder kruipt. Gewoon zo van, hey wereld, hoe gaat die met jou? En de wereld is er van, ah, rot op, het is zondag, ik ben vrij. Oh, dat zit op slot. Dat zit zeker op slot. En een winkelcentrum. Ik ben dol op winkelcentrum. Oh, wat gebeurt hier? Ho. Prettig kerstfeest. Ik sta stil. En ik knipper met mijn lichten zo van kom een keer naar mij. Dan rijden we gezellig door de winkelgalerij. Ik ben heel goed te rijmen, ook al is het best wel laat. Ik moet waarschijnlijk zachter doen, anders wordt mijn moeder kwaad. Het is al 1 uur 's avonds, maar dat maakt me niet uit. Want ik zit in mijn wachtje en mijn swag straalt eruit. Ik ben een winnaar, een minnaar, een lekker broodje kaas. En als ik deze missie heb gehaald, dan ben ik echt een baas. Ik ben aan het knipperen met mijn lichten, omdat het kan. En als ik klaar ben met deze missie, ben ik echt de man. Wow.
Winnaar. Wat was ik? Wat, een winnaar? Oh, wat heb ik... Oh, ik ben goed. Volgende missie. Eens even kijken, wat hebben we hier voor leuks? Evade the police person and tag him. Oh, dit is zo makkelijk. Dit is veel makkelijker dan de vorige. Het is ontwijk de politie en raak 5 auto's aan. Oftewel gewoon schaven. Pats! Ze hoeven niet eens dood. Dat heb je ook op een gegeven moment. Je moet 5 wagens aantikken. Dat is een tag. En daar heb je de eerste al. Ik ben eens begonnen. Zit al in het filmpje hier. Tweede. Je moet wel goed bijhouden. Je kan niet dezelfde auto 2 keer taggen. Hop! 2. Dit is echt zo makkelijk. In vergelijking met de vorige level. Deze kunnen we in een paar seconden halen, zeg maar. Vooral als ze een wegblokkade neerzetten. Dan tag je er flink wat. Deze hebben waarschijnlijk nog niet gehad. Nou, oh, die hebben we wel gehad, zo te zien. Oh, hey, wat is dit nou weer? Ik vind het niet eens erg. Ja, ze kunnen ook gewoon jou taggen, dat scheelt. Doei, pik. Hoe gaat die met jou? Oh, dat is alweer 3. Zonde. Zonde dat deze missie zo makkelijk gaat. Soms is het leven ongemakkelijk. Soms is het leven zeer gemakkelijk. Bitches moeten dood. Bitches krijgen schade. Marmelade. Ik ben echt op dreef met het zingen van kutliedjes en rijmpjes vandaag. Ik kan rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten. Ik kan stopborden kapot maken zonder mijn... ja, dat weet ik niet hoor. Hé, dat is even normaal. Met die gekke grappen. Hé hey man, je beledigt me. Oh, sorry. Pof, daar beledig ik je mee. Dacht ik al. Oh, sorry paal. Het was een beetje frontaal op de paal. Oké, we gaan deze supergeheime grot in. Waar Batman zich huist. Dat vind ik wel weer jammer. Er moeten echt wat kleine easter eggs in deze game. Dat je in één keer Batman ziet in zijn onderbroek of zo. Dan denkt iedereen weer dat ik homo ben. Maar ik krijg Batman wil zien in zijn onderbroek. Zo bedoelde ik het niet. En er is overigens ook helemaal niks mis met homo zijn. Eigenlijk is dat gewoon slecht aan Nederland en in het algemeen. Dat wij homo zoveel als geldwoord gebruiken. Maar tegelijkertijd zijn we juist heel tolerant tegen homo's. Dat is eigenlijk iets wat zich tegenspreekt, hè joh. Andere talen gebruiken homo helemaal niet zoveel als geldwoord naar andere mensen. Wij zeggen alleen maar, oh, dat is vet gay. Maar eigenlijk is het niet eens homo. Het is meer gewoon dom of raar. En dan zeggen we, oh, dat is vet gay. Dat is vet raar. Dat is pas gay. Of raar. Of, huh? Huh? Koppijn hiervan. Hé, hey, in het benzinestation. Heb je nog zin in benzine, Jantien? Oh ja, leuk, Wilbert. Graag gedaan, Jantien. Deze is voor jou. Piep, piep. Oh, die Rick is wel heel goed. Zullen we hem gewoon laten gaan? Oh, is goed, hoor, mevrouw van de walkie-talkie. En ze laten me nog gaan ook. Ze bakken er weer een po... Oh, en ze hebben me weer. Verderi. Je verdomde Basje en Adriaan. Echt minder dit. Zure pil. Het is echt zure pil. En pil zal zo zuur van zichzelf. Wat is pil die heel zuur smaakt? Ik ga lekker hierheen. Want daar zijn alle coole mensen ook, zoals ik. Vrijheid, mijn vrienden. Vrijheid, verdiende. Ik ga gewoon hier zitten. You will never find me. Oh, er is iemand heel dichtbij. Er is iemand flink dichtbij. En dat vind ik minder. Want hij is mij een hinder. Oké, ik ga gewoon hier zitten en een beetje chillen. Hey, sms'en. Hey man, ik ben goed. Even sms'en. Dat is eigenlijk een grapje, maar dat heb ik al. Ik heb mijn code ingetikt. Oh man. Oh nee, niet mijn code intikken. Wow. Hier is trouwens Crazy Frog Racer. Hij ligt zelfs op mijn bureau. Dit is hem. Het is echt een kut game. Ik heb hem zelf ook nog nooit gespeeld. Ik was een heel erg fan van Crazy Frog vroeger. We waren nog in een tijd dat je nog moest sms'en voor ringtones. Dat je altijd van die kut reclames van Crazy Frog. Rikkeding ding 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 ding. Rikkeding ding 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 ding. Rikkeding ding 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 ding. Madam dum 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 ho. Dat is Crazy Frog. Nee, echt waar. Grapjes. Het is gewoon een Crazy Frog, man. Dit een boer. Nu ben ik stoer. Ik ben een held, maar dat had ik al verteld. Hij vindt de bloed misschien met een minimum 4 infractions. Oké, infractions zijn het doodmaken van een auto, zoals ik dat noem. Gewoon dat ze niet meer verder kunnen rijden. Maar eigenlijk weet je ook, die man in de auto met vrouw en kinderen. Ondanks dat iedere keer als je gearresteerd wordt, de vrouwen uitkomen. De man in de auto gewoon dood is. En de vrouw niet. Nee. Emancipatie 2.0. Nou, ik ben ze weer kwijt aan het raken hoor. Is het weer zo'n dag? Dit is mijn dag. Oké, nou, hé, daar hebben we er eentje. Even met volle snelheid kapot maken, die man. Want je kan ook gewoon dit doen waarschijnlijk, als ik hier doorheen rijd. Oh ja, dat is niet helemaal goed. Oh, is er wel eens nog eentje dood? Ja, die ziet er wel dood uit. Oh, geen infraction is dat. Wat is dan wel een infraction? Dan ben ik in de bar. Ik ga deze man wel gewoon even helemaal dood los proberen te rijden. Waarschijnlijk telde het niet omdat ik het niet deed. Ah, damn it. Oh, dat is gewoon infraction. Het hoeft niet eens per se met een politieagent te zijn. Het is gewoon met een willekeurige auto. Oh, sorry hoor. Hoppa. Oh, dat was makkelijk.
Dat was bijna net zo makkelijk als de vorige missie. Namelijk alleen nog proberen het evaden. Kijken of het nog een beetje snel gaat. Weet je, als we met dit tempo doorgaan, zitten we zo bij level 69, joh, aan het einde van deze video. Heb ik al die kut tollbooth challenges niet eens gedaan. Want dat zijn ze hoor, kut en repetitief. Ik vind dit hartstikke leuk, omdat het steeds moeilijker wordt met de challenges in het algemeen. Es gibt natürlich uitzondering. Zoeken we Duitse ausnamen. Es gibt natürlich ausnamen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar die politie ziet nazi's. Ah, ik heb het gezegd. Nu weet je mijn mening weer eens. Alsof je mijn mening nog niet vaker gehoord had op YouTube. Ik ben die man die meningen geven kan. Lekker rijden met mijn auto op zondagmiddag naar de kerk. En dan gaan we lekker bidden. Voor heel veel boetes omdat ik 300 km per uur rijd. Oh, wow, 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 wow. Maar ik snap nooit waarom ze in de auto gaan zitten bij zo'n wegblokkade, weet je. Ze denken dat ik ga stoppen ofzo. Zielig. Zielig en grappig tegelijkertijd. Net als... Wat is eigenlijk zielig en grappig tegelijkertijd? Meisjes die huilen omdat Justin Bieber rare dingen doet. Zielig en grappig tegelijkertijd. Best een interessant concept. Hier zijn we de vorige keer, of twee keer geleden, ook de popo kwijtgeraakt. Best wel een fijn plekje namelijk. Heb je een super geheim rikplekje laten zien? Hierboven. Kun je ook op die bussen staan? Dat is grappig. Je hebt soms missies dat te zeggen, oh, je moet 10 minuten lang gevolgd worden. En dan evaden. Dat zijn echt cupmissies. Maar dan kun je hier op die bussen gaan staan. Ze kunnen namelijk zelf niet op die bussen rijden via hier. Dat zit niet in het script. En als je daar goed in het midden staat, kunnen ze jou niet vangen. Dan ga je daar eens 10 seconden staan, 10 minuten staan. En dan ontsnap je aan de politie. Slim, hè? Slim, klaar van mij. Zoals ik lui ben in livestreams, doe ik dat wel eens. En dan ga ik ondertussen gewoon vragen van kijkers beantwoorden. Zo ben ik dan ook alweer, kijkers. Als je niet op mij geabonneerd bent, ben je echt een sukkel. Als je niet naar mijn livestreams kijkt, ben je echt een ukkel. Ik bedoel het niet. Het was gewoon voor de rijm. Hopelijk vind je mijn video nog steeds fijn. Geef hem die like. En geef hem die respect. Want die heeft hij verdiend. Of zo. Hey. En Rick is weer al victorieus. Op. En ga maar missies doen of zo, Rick. Doe maar waar je best in bent. Oh, nou in één keer. Oké, dus ik moet nu verplicht. Niet chance 15 doen. Nog een tollbooth challenge. Ik weet het. Skip maar door. Dit is gewoon ballen. Ik bedoel, wie wil naar mij zien racen? Je wil mij zien bitches neuken. Dat wil je. Daar heb ik een Pornhub account voor. Genaamd Rick69717666 Satan Jezus God. Want ik zei eerder dat ik Satan Jezus en God in één was. Ik heb de penis van God. Jammer genoeg was het zo'n Romeinse God met zo'n hele kleine piemel. Of Boeddha. Boeddha is dik en weet in het algemeen. Het is gewoon wetenschap bewezen. Als je dik bent, heb je in het algemeen een kleinere plassertje. En dat is gewoon minder. En ik leef met je mee. Gelukkig ben ik best wel dun. Dus ik weet niet of je dan ook automatisch een langere penis hebt. Maar ik heb in ieder geval een hele lange penis. Dus dat scheelt. Maakt niet uit of het nou geldt. Het is natuurlijk een gemiddelde. Het betekent niet alle dikke mensen hebben een kleine piemel. Gemiddeld. Weet je, ik weet niet eens of dat waar is. Het is gewoon. Ik kan voor hetzelfde geld. Oh ja, ik ben natuurlijk aan het. Helemaal vergeten dat ik ook nog eens de tijd moet neerzetten met iets of zo. Lol. Als het goed is, hoef je hier als het goed is. Als je deze missie haalt, de time trial, hoef je niet de politie nog af te schudden, denk ik. Kan ik mij herinneren, dus dat is wel fijn, anders zou het nog kutter worden. Moet je eerst al heel lang racen, moet je daarna ook nog eens de politie afschudden. Nou, nee, dank je. Ik weet niet eens of dat echt waar is, dat dikke mensen kleinere piemels hebben. Dat is gewoon iets waar je gewoon... Ik denk dat het wel waar is, maar ik heb nooit echt een dikke man als een piemel gezien, weet je wel. Ik heb eigenlijk nooit een andere man als een piemel gezien. Misschien een keer in groep 8 of 7 toen we nog gingen douchen. En ook op de voetbal. Zat ik nog in de eerste, zat ik nog op voetbal. Met allemaal jongens die veel ouder waren. Bosse haar op een piemel. En dan stond ik dan met mijn kleine bosje. Want ik was niet eens de puberteit ingegaan. Dit is pas een emotioneel verhaal. Ik hoop dat jullie een traantje hebben weggepinkt. Ter herinnering van mijn kleine penis. Toen ik nog klein was. Hè, want hij is natuurlijk flink lopen groeien. Hij heeft een inafslag gemaakt hoor. Dat dus moet je natuurlijk ook wel weten voordat je de 50 jaar dat mijn piemel nooit gegroeid is. Toen ik onder de douche stond, zonder mijn harige bos. Ja. Yeah. Waarom praat ik eigenlijk over piemels? I don't know. Ik weet niet waarom ik over piemels praat. Ik weet niet waarom je op mijn video's haat. Ik ben best grappig, tenminste. Ik doe gewoon mijn best. Ik wil gewoon grappig zijn, maar dat lukt niet altijd. Ik wil ook leuk zijn. Ik wil ook vrienden. Ik wil ook subs en money verdienen. Deze rap is hard, want de flow is vet sick.
Bitches, abonneren op mijn kanaal. Want mijn naam is Rick. En dan wil ik niet zeggen dat bitches vrouwen zijn. Bitches mogen ook mannen zijn. Die lekker zijn. Wat? Ik vind dat de video te seksueel wordt. Grootsteenontstopper. Citruspers. Banaan. Appel. Peer. Wiskunde. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Is niet echt een goede stelling. Want ze bedoelen eigenlijk... dat ligt eraan wat je A en B en C noemt. En eigenlijk is A niet eens een lengte. Want lengte is lengte AB. En lengte AC is gelijk aan lengte BC. Als je ervan uitgaat dat A in de 90 graden hoek zit. Als je dat punt A noemt. Weet je wel, ja. Weet je, dat is gewoon helemaal niet goed. A kwadraat plus B kwadraat is niet een kloppende stelling. Dus het is gewoon het idee. Alleen eigenlijk is het... rechterzijde kwadraat plus rechterzijde kwadraat is gelijk aan de lengte van de schuine zijde in het kwadraat. Dat is de betere versie van de stelling. Ik heb nog 45 seconden, ik wil zeggen 45 minuten, om bij het volgende hockey te komen. Ik doe niet eens mijn best momenteel, maar ik heb een agent dood, dat doe ik. Agentjes dood maken is wat ik doe. Als ik een zwarte piet was, gaf ik jou de roe. Want jij bent stout geweest, meisje of jonge man. Ik zag je laatst roken achter het fietshokje. En dat is niet oké. Oké. Okay. Even kijken of ik een rondje kan draaien in mijn stoel. Yay. Weet je hoe ze dat bij mij thuis noemen? Een overwinningsrondje. Weet je, dit is natuurlijk. Weet je, de laatste tijd, Bardo en Yuri beginnen allebei een video met een grappig momentje. Als dit nou maar een grappig momentje wordt, dat zou dan fantastisch zijn. Ik ga nu gewoon opschrijven welke tijd we nu zitten. En dan denk je, wow! Ik weet waar dat overwinningsmomentje vandaan komt. Het leven is een overwinning, als je maar genoeg boeren laat. Oké, okay. Volgende missie. Dodge at least two police spike strips. Die is moeilijk. Maar we zullen maar moeten. Of we moeten nog een tollbooth challenge. nee. Wat? Zijn we al bij missie 16? Dat komt omdat we dus de helft iedere keer skippen op een paar keer na. Als het goed is, kunnen spijkerstrips al gelegd worden. Je moet gewoon de politie niet kwijtraken. Dat is al een uitdaging op zich, zoals eerder al bewezen. Bof! Dude! Ik kan het niet veel beter uitleggen dan... You just got pwned. Ik heb dus juist geponeerd, vriend. Spijkerstrips kun je vaak ontwijken. Er staat altijd één auto. En dan voor de auto of naast de auto ligt dan een spijkerstrip. Ze zijn dus te ontwijken door gewoon keihard op de auto in te beuken en daardoor niet langs de spikestrip te gaan. Of een weg te pakken die parallel ligt op de spikestrip, zoals ook bij de roadblock. Spikestrips zijn echt veel kutter dan roadblocks, omdat kut. Ik zie ook niet... Oh, ik dacht even dat ik een roadblock zag. Ik zweerde dat ik een roadblock zag. Ik weet haast wel zeker dat die echt juist voor mijn neus gedespawned is. Of ik heb echt kilo's drugs op. Denk aan cocaïne. Denk aan heroïne. Denk aan alles waar het woord ine in zit. Hey, hebben ze nou serieus een roadblock gemaakt buiten het beschikbare gebied? Dudes! What? What? Hey, kijk, het is gezellig hier. Gezellige bedrijvigheid. Ik zit op een dak. Cap 2-0 van de 2 milestones. Ik ga je moeder kietelen. Want ze kan niet tegen kietelen. Ik ging niet seksueel doen, weet je nog? Ik ga je moeder kietelen. Want ze kan niet tegen kietelen. Kan jouw moeder tegen kietelen? Dan de video. Oh, er zit een helikopter achter me aan. Dat zuigt. Waarom? Nou, die dingen zijn niet al te makkelijk te ontwijken, schijnt. Heb ik een keer gelezen in een natuurkundeboek. Ik heb het gevoel dat ze hier echt gaan staan met zo'n spijkerstrip. Ja hoor! En dan rijden toch even flink doorheen. En dan zijn je banden gewoon kapot, ja. Het is gewoon genaakt. Ik ben gewoon echt helderziend. Je gaat me niet eens laten pakken. Ik ga gewoon meteen de missie herstarten, want dat is gewoon niet leuk. Zoals ik al zei, als je eenmaal door zo'n spijkerstrip heen bent, dan kun je net zo goed gewoon stoppen. Het is echt verschrikkelijk. Ik ga gewoon precies de missie weer hetzelfde spelen. Alleen ik heb die man niet keihard gebeukt. Zonde. Ik ga gewoon nu omkeren. Nu al. Hashtag bad boy. Hashtag boy bad. Hashtag boy band. Hashtag bad boy. Hashtag waarom gebruik je zoveel hashtags? Hashtag omdat het kan. Hashtag je moeder kan niet tegen kietelen.
Parkeergarage. Oh man. Oh man. Oh manneke. Oké, zie je daar. Oh ja hoor, een spijkerstripje. Moet je zien. Je moeder! Ik praat wel veel over moeders, weet je. Een video seksueel getint is één ding, maar als een video moeder getint... Oh nee, ze hebben het te pakken. Nee, toch niet. Ho, oh, ik zag even mijn leven voor mijn oogjes voorbij flitsen, maar ik heb het gehaald. Dan denk je ook nog misschien, hey Rick, er zit een fucking helikopter achter je aan. Hoe ga je dit ooit ontwijken? Goeie vraag. Helikopters kun je best ontwijken door een tunnel heen te gaan. Om een of andere reden kunnen die manloten je dan niet meer vinden. Vraag me ook niet hoe dat werkt. Winkelcentra werkt misschien ook nog wel. Wenscentrum, terrarium. Hier, gaan we over de bus heen, omdat het cool is. Woehoe, ik rij over bussen. Je wil me nu vast kussen. Kus maar mijn kussen, want mijn kussen heeft ook mijn hoofd opgelegen. Ik rap te veel, want ik swag te veel. De swag loopt mijn lichaam uit in de vorm van zweet. Ik wist niet dat zweet eigenlijk lichaamsvocht heet. Ik wist niet dat je vader pannenkoeken eet. Ik wist niet dat je broertje zijn eigen korstjes opeet. Vroeger was het trouwens een Hives van word lid als je wel eens pennetjes steelt bij de IKEA. Eigenlijk wilde ik het niet vertellen, maar dat dan bouw ik het op, weet je wel. Dan waren dan vet veel leden. Van, wow, ik steel als potloden van IKEA. Ik soms van die foto's van echt 1000 potloden. Hey, wat is dit nou voor een leuke conventie van idioten? Die idioten van... Kut, ik zit vast. Nee, persen Rick! Persen, ik zie het hoofdje al! Nee, laat me dan langs, please, jongens! Jongens. Nee, ik ben dood. Ik kan achteruit rijden. En nog een keer vooruit. En is hij vrij? Oh, wat een spanning. Dammit, nee. Ach, die kant op, daar is een gaatje. En hij is vrij. Wow. Oeh, dat was moeilijk. Oké, nu kan ik die kutpolitie kwijtraken. Want ook een hive van wordt lid als je wel eens je eigen lichaamsvocht geproefd hebt. Dat ik, oh. Oh, net als eigenlijk. En weer een spijkerstrip gezellig. En dat is eigenlijk het grootste deel dat er doorheen ging, was eigenlijk gewoon het woord oh. 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 En dan keek je hoeveel leden er waren. 60.000. Oh. Oké. En weer. Doe het maar. Mij heb je... Oh, damn it. Nee. Oh. Oh, nou is er opeens wel een man, hè? Beetje mij tegenspreken, vuile Wout. Wel mevrouw aan de telefoon, ik kap ermee. We gaan kijken voor deze XXL gameplay. Ja, even achter welke game je volgende week wil zien in de XXL gameplay. Dan speel ik hem misschien. Speel ik hem niet? Niet mijn probleem, jouw probleem. Check je later. Sorry, als mijn raps te goed zijn, waardoor je denkt... Zal ik ooit wel genoeg zijn om Rick zijn awesome te kunnen compenseren? Ik zal nog veel van die jongen moeten leren. Hij is zo goed. Ik ga zeker een duimpje omhoog doen. Want goed en doen zijn echt heel erg ruim woorden. Tenminste, dat is wat ik van mijn moeder hoorde. Ik zeg echt heel vaak moeder in deze video. En ook broer, ook zus en broertje. Want dat is gewoon waarom. Ik weet ik veel. Ik was gewoon in de zone. Ik was in de zone. Dat is een excuus voor alles. Ik was in de zone. Bedankt voor kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Doei!